Tampa. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. What's good, Kelfam? Ik ben hier. Mijn naam is Kelvin, a.k.a. Kalfijn. En ik ben hier niet zomaar met iemand, maar ik ben met Joy. Applaus allemaal. Iedereen in de zaal, applaus. Hoort je ook even klappen? Klappen. Klap. Wat je klap, klappen. Je hebt helemaal geen zin in, hè? Hoort je haat de camera. Zoals jullie weten is het deze hele maand Kelsember, wat betekent dat ik elke dag van de maand upload zolang jullie het aantal likes halen wat jullie opdragen. Want het moet van twee kanten komen, mensen. Ik ga niet in mijn eentje al het werk doen. Jullie moeten ook gewoon één handeling per dag doen, namelijk... klik. Like. Wat denk je dat het like goal is vandaag? Oh, die is moeilijk. Wat is normaal bij jouw video's? 8 likes. Dan denk ik 10. Doe gewoon een gokje. 4000? Je hebt het fout. Oh. Nu mag je niet meer meedoen met de video. 6000 likes, dat is het ding. Als we met z'n allen 6000 likes binnen 24 uur halen, komt er morgen weer een nieuwe video. Zoals jullie weten en hebben gezien waarschijnlijk, doe ik meet and greets door het hele land. Ik ga gewoon naar je huis, doe ik bel aan. Ik zeg, hey, kom niet naar mijn huis, want ik word er gek van. Kom niet naar haar huis, want het is allemaal vet kut. Alleen, ik kom wel naar jouw huis. En om daar kans op te maken, doe even abonneren en zo. Geniet van het leven. Ik ben hier met Joy. Nogmaals. Als applaus voor Joy. Ik zie de mensen achterin ook. Ik ben nog nooit op mijn kanaal geweest, nee, dus je moet jezelf even voorstellen. Ik ben Joy van het YouTube kanaal Beautiness. Yes. Ik maak filmpjes over school, yes, beauty, yes, fashion, lifestyle, yes, van alles. Yes. Eigenlijk ben jij alles wat ik niet ben. Ja, eigenlijk wel. En nu kunnen we de hele wereld aan. Ja. Yes. We kennen elkaar al een tijdje, omdat we rondom feed en zo wel vaak contact hadden. En gewoon gezellig altijd. Alleen nog nooit echt samen een video gemaakt. Toen dachten we, hey, let's go. Gewoon al die nieuwe dingen doen, al die gezellige dingen. We hebben ook samen een video gemaakt op jouw kanaal. Die staat al een tijdje online. Ga die sowieso checken. Dat ging ongeveer een beetje zo, zeg maar. 3, 2, 1. Yes, toch gewoon... Ja! Weet je wat we vandaag gaan doen? Ja, je had al wel een beetje gezegd, maar ik weet nog niet precies. Wat denk je? Iets van YouTubers moeten raden, maar wat weet ik niet. Ik ben altijd gewoon één groot mysterie. Misschien dat we wel iets heel anders gaan doen. Oh, oké. Okay. Misschien gaan we wel een prank uithalen. Oeh, nou, maar daar ben ik niet zo goed in. Nee, ik ook niet. Fuck prank. High five, high five, high five. Oh. Okay. Nu echt, ja. Oké, dan moet jij bij mij doen, want anders... Ja, goed zo. Jij bent de eerste die dat bedacht. Ik flash altijd mensen. En een van de jongsten waarmee ik ooit een video heb gemaakt, die zegt gewoon, ja, prima, maar met mijn hand. Oké. Okay. Yes. We gaan vandaag namen van YouTubers raden. We weten allemaal jouw achternaam niet echt. Als ik goed zou zoeken en even in mijn netwerk zou vragen, dan zou ik er wel achter komen. Mm-hmm. Elke achternaam betekent iets. Dus mij leek het leuk als we de betekenis zien van een achternaam, dat we allebei tegelijkertijd moeten raden van, oh wacht, we hebben een moment gewoon geskipt. Heb je wel zo een paar van elkaar gegeten? Nee, niet zo. Durf je het aan? Ja, tuurlijk. Je kan dit. Ja? 3, 2, 1. Het ging niet helemaal goed. Yo, je hebt ook één grote hap gewoon. Je kan niet eens meer praten nu. Mm. Nee. Als je 31 video's moet maken in een maand, word je op een gegeven moment wel een beetje gek van die paprika. Ja, dat snap ik. Dus zie gewoon de betekenis van een achternaam. Door allebei denken, oké, dat betekent waarschijnlijk dit. Dus het is gewoon een soort van rekensom, slash challenge, slash spel, slash onmogelijke quiz. Oké. Okay. Denk je dat je kan winnen? Ik denk wel dat ik kans maak. Ik heb de... Oké, okay, je denkt dat je ook? Oké, okay, let's go. De winnaar krijgt Otje. Oh. Otje, je staat op het spel. Dames en heren, like nog sowieso even de video, want anders hebben we morgen een nieuwe video. En dat is jammer, dus laten we beginnen met deze challenge. Let's go. Uit vriendelijkheid geven. Huh? Dit moet een achternaam. Dit is, dit betekent een achternaam. Als je het weet, moet je het voor je houden. We zijn geen matties, we strijden tegen elkaar. Als jij het al zegt, dan ga ik het ook zeggen. Okay. Wat is dit ook voor term? Oh, ik weet het misschien. Echt? Je hebt toch Bo cadeau? Actually, I'm not even mad. That's amazing. Wow, next level dingen. Maar ik weet niet dingen. Of dat haar achternaam is. Dat weet ik ook niet. Zij nee, dat is niet haar achternaam. Maar ik vind hem wel briljant bedacht. Echt, high five voor die. Hartstikke goed. Ja, nou. Uit vriendelijkheid geven. We moeten een antwoord geven. Oké, okay, gaat eens. Ik zeg gewoon iets. 3, 2, 1. Ja, we moeten tegelijk. Moet ook, oh, ja, allebei. We moeten een gok doen. Nee, maar ik heb echt geen idee. Ja, zeg gewoon dan iets. 3, 2, 1. Monica Stefan Jurjens. Geuze. Rob Geus. Je hebt wel Geus. Ja, dat is volgens mij een bedelaar. Nathan van der Guns. Oh. Wat als iemand gunst? Ja, oké. Okay, ja, dus. We moeten even wat beter nadenken. Dit hadden we kunnen weten, hè? Ja. Dit was niet eens extreem moeilijk, maar op een of andere manier hadden we gewoon... Dan moeten we wel met zulke soort challenges bedenken die eigenlijk bijna onmogelijk zijn om te doen. Ja, en als je het dan ziet, dan denk je, oh ja, dat had ik kunnen weten. Ja, oké, okay, door. Paard. Paard. I got this. Ik weet precies wat dit is. I got this. Calvin on a level. Ik weet wel een YouTube naam, maar achternaam. Een achternaam wat een paard betekent. Denk je iets te weten? Dit is echt moeilijk. Deze is heel makkelijk. Makkelijk? Is het een paardsoort? Ik weet niet eens wat een paardsoort is. Disappointed!
Een merrie. Nee, weet ik veel. Maar makkelijk, maar ik heb echt geen idee. Het is echt heel makkelijk. Het is normaal hoe makkelijk. Ik heb nog nooit zoiets makkelijks in mijn leven meegemaakt. Nee. Bedenk gewoon iemand. Enzo Knol. Of Milan Knol. Hey! Paard betekent knol, knol betekent paard. Ja, dus wist je wel wat dat betekende? Ja, wat knol betekent. Ja, tuurlijk. Nee. Ik had er niet echt bij nagedacht, nee. Je maakt nog heel veel kans. Oké, we gaan door. Herten met klein gewei. Nee, weer. Ik weet hem. Oh, ik weet hem! Nee, stop. Yes! Yes. Het lijkt alsof ik alles van tevoren wist, maar ik heb letterlijk dit nog niet gezien. Maar ik denk dat ik het weet. Oh. Eigenlijk is het een hert zonder gewei. Ze leven in Nederland. Oh nee, hoe heet dat ook alweer? Ik ben hier echt niet goed in. Ik kan me echt niemand bedenken gewoon. Ik vind het niet erg. Ik bedoel, het is alleen maar fijn voor mij. Wat ik kan me echt niks bedenken, nee. Ik zei het al bijna net. Je moest alleen één letter even veranderen. Nee, nee. Ik heb je zo erg geholpen nu. Een ree, nee toch? Kai van de Ree. Ja! Ja! We zeggen allebei Kai van de Ree. Ja hoor. Yes. Nice. Applaus voor jezelf. Alsnog een punt. Je zat zo dichtbij. Nee, nee, nee. Prooizoeker. Doe mijn best, ik probeer allemaal dingen te bedenken, maar het is moeilijk. Oh, ik weet hem. Echt? Ik weet hem, ja. Nee, hoezo kan jij... Het was de bedoeling dat jij het niet wist. Ik denk het. Jager of zo, maar ik weet niet wie Jager heet. Wie de fuck heet Jager? Oké, zeg het maar, ik weet echt niks. Nicky, de Jager van Nicky Tutorials. Echt waar? Als je het goed hebt... Wow, wow, dan word ik gek. Ja! Oh! Hoe dan? Ik wist niet eens dat hij de Jager heet. Ik dacht, hij heet gewoon Tutorials als achternaam of zo. Gelijk, goed zo. Nee, ga ik niet meer doen. Keelspoelen. Ik weet hem. Oh, jij ook. 3, 2, 1. Kai Gorgels. Hey. Sowieso. Easy as fuck. Kijk je Expeditie Robinson? Ja, ik heb het de laatste tijd niet meer gezien. Nee, kijk het soms. Kai, als je kijkt, vind je echt grappig en leuk en vet aantrekkelijk. Gay! Koude periode in het jaar. Kijk, ik weet hem. Ja, ik ook. 3, 2, 1. Giel de Winter. Hey. Ja hoor. We got this. Het is allemaal leuk en zo dat we het allemaal weten, maar het staat gewoon nog steeds 2-2 of 4-4 of zo. We staan gewoon nog gelijk. Ja, we staan gelijk. Oké, harsboom. Harsboom? Ik heb nog nooit van een harsboom gehoord. Weet je eens wat dat betekent? Heb jij ooit van harsboom gehoord? How it feels to chew 5 gum. Ik weet niks van bomen af, man. Ik ook niet echt. Nu kom ik er pas achter hoe weinig ik eigenlijk van bomen af weet. Harsboom. Harsboom? Ik moet wel iets zeggen. Ik weet het. Ik weet iets. Nee, ik weet het serieus. Echt? Ja. Nee, hou op. Ja, maar serieus. Hoe weet je wat een harsboom is? 3, 2, 1. Enzo Denneboom. Ken je hem niet? Enzo Denneboom? Nee, bestaat helemaal niet. Maar geen idee. Ik heb er nog nooit van ik gehoord. Ik heb geen idee. Wat zei jij dan? Ik zei Thomas van Ginsen, ja. Jelle van Vught. Oh nee, die had ik niet kunnen weten. Vught, is dat een harsboom? Ik wist sowieso... Dat wist ik wel, ja. Enzo Denneboom. Germaanse naam Herman. What? What? De nadenksessies zijn niet normaal in deze video. We zitten echt te graven, jongen. Ik heb nog nooit zo'n moeilijke quiz gehad. I don't know. Moet je iets in de richting van Herman? Deutsche Herman. Maar is het een Duitse achternaam? Ik weet niks. Ik heb het niet gemaakt. Ik zie het ook voor het eerst. Germaanse naam Herman. Herman. Oh, misschien weet ik het al. Ik zeg maar wat. Misschien dat ik hem goed heb. Oké, zeg maar. Nee, jij moet ook. Oh god, moet ik ook nog één. Joe, you got this. Ja, her... Hij zegt gewoon Piet. Piet Klaas. 3, 2, 1. Piet David Klaas. Harms. Oh. Ik weet het niet, hè, maar ik denk dat is Herman, Harm, Harms is misschien Duitse sprache. Of David Harms is... Ja! Hey, wow, ik ken het wel echt goed vanzelf. Ja. Yes. Dat had ik echt niet verwacht. Ik dacht, ik doe gewoon een wilde gok. Gewoon iets met dezelfde letters en dan kom ik er misschien. Kelvintje staat met 1 punt voor. Niks aan de hand. Otje mag blijven. Bewoner provincie Zeeland. Weet ik. Dames en heren, jongens en meisjes. Ik weet hem. Hey. Ja. Yes. Ik denk niet dat het hem is, maar hij komt in de richting, dus ik zeg hem maar. Oké, zeg hem maar. Jeroen van Holland. Ik weet anders niks met land. Ik denk dat het Noah Zeeuw is. Oh, Zeelandse inwoner heet een zeeuw. Tuurlijk. Let's go. Noah Zeeuw. We got this. Kelvin, 2 punten voor me. Ja, daar was ik echt niet op gekomen. Ja, ik dacht Zeeland, dan denk ik Zeeuw. Ik dacht eerst Gio, want die komt soort van half uit Zeeland. Maar hoe voel je het tot nu toe? Heb je een beetje gevoel? Ja, slecht. Ja? Niet goed. Ik voel ze ook echt gewoon gekrenkt. Opperwezen. Opperwezen, oh nee. Wat is eigenlijk precies een opperwezen? Nee, ik film. Ik wist ook niet wat een harsboom was. Nee, ik ook niet. Geen idee. Ik heb echt geen flauw idee wat ik moet doen met mijn leven überhaupt. Opperwezen. Wacht even, wacht even. Nee, ik weet niks. Koning of zo, dacht ik. Ik ga gewoon wat zeggen. Ja? Oké, 3, 2, 1. Joy de koning. Wat de fuck?
Ik zat te denken aan Zeus. Dat zou op zich ook best wel kunnen ook. Reuze klinkt wel als iets wat een soort opperwezen zou kunnen ja, zijn. Ja, dat dacht ik dus ook. Teske de Schepper. Oh, Teske de Schepper. Ja, ik dacht toch wel aan God, hè? Ah. Geen idee. Ik had het gewoon kunnen weten. Focus erbij al. Straalvinnige vissoort. Ik weet niet of dit een vissoort is, maar het zal me niet verbazen. Ik heb iets in mijn hoofd. Niet stressen. Ik heb geen idee. Ik denk dat ik wel... Ja, volgens mij is dit een vissoort. Oké, okay, jij mag wel doen. Ik weet niks. Dit is Jan TV. Ik heb Rutger Fink. Is een vink niet een vis? Vink is een vogel. Je had in ieder geval een legitieme gok. Ik heb geen verstand van vissen of van vogels. Nee. Oké, okay, we gaan gewoon kijken. Peter de Harder. Oh ja, kut, dat wist ik. Is dat een vis, hoor? Ja, dat wist ik. Ah, oh, man. Die had ik echt niet bedacht. Ik ben echt een Mogol. Waarom weet ik zulke dingen? Normaal zou ik wel. En nu moet ik een video maken, vergeet ik zulke dingen. This quiz is impossible. Ja, dit is echt niet te doen. Ik heb echt ook uitgekozen om de moeilijkste quiz te doen met iemand van 15. Ja, maar ik weet het niet eens. Ik moet echt andere mensen aannemen die deze quizjes maken. Want er is iemand ontslagen vandaag. Oh. Joy, ja. We zijn aangekomen bij de finale. Ja. Degene die deze goed heeft, wint het hele spel. Oké. Okay. Maakt niet uit dat je 2 punten achter staat. Boer, is het... Ik heb iets in mijn hoofd, maar straks is het niet goed. Ik weet het niet. Weet je het niet? Nee. Hoezo weet jij het? Weet je het echt niet? Hoezo is dat raar? We weten al de hele tijd niks. Oké, we zeggen gewoon wat. Zeg allemaal gewoon maar een naam. Maar jij heet toch Kelvin Boerma? Of niet? Tuurlijk, ik ben gewoon een beetje aan het dollen. Oh, ik denk gewoon dat je weet het echt niet. Nee, ik ben toch even gol. Ik weet mijn eigen achternaam toch wel. Nee, Kelvin Boerma, ja tuurlijk. Let's go. Kelvin, hey. Weet je wat dit betekent? Nou, eigenlijk had jij het goed, want ik heb niet eens een antwoord kunnen zeggen. Maar ik kon het gewoon echt niet geloven. Ja, ik heb het nou verkeerd. Je geloofde me gewoon echt. Ik zat echt zo... Ik zat zo te lachen. Jij echt zo... Wat? Conclusie van vandaag. Achternaam van YouTubers raad is zeg maar praktisch onmogelijk, maar toch wel leuk. Joy, ik wil je bedanken dat je meedeed in mijn video. Abonneer op Joy, abonneer op mij. Leuk voor het kijken. En ja, het feest. Het is een feest. Like deze video nog, want bij 6000 duimpjes binnen 24 uur komt morgen een spetterende filmpje. Ik kan niet eens meer praten. Adem is ook moeilijk. Zeg nog even iets tegen de kijkers. Bedankt voor het kijken. Joe!